Bal moet weg. Dat doen we door Camara. Zico Soré. Kijk, dit is Zico. Nou, Zico. Oh, Zico. Jammer, jammer, jammer. Ja, dat is zo'n voetballertje. Die gaat op dat soort ballen lopen. En we gaan ons opmaken voor de start van de competitie. De derde divisie. Staat weer op het punt van beginnen. TVS met een aantal nieuwe namen. Dus ik zie Jan van Willigen, Basiel Camara, Mike Arends, Rick Dekker, Ian van Otterlo en Yannick Bouw. Nou, dat is een heel aantal die we vorig jaar niet hadden. Het is begonnen. De scheidsrechter Stan Smit heeft gefloten voor het begin van deze wedstrijd. Romeo, bal aan de voet. Alle hens aan dek. Bij Huizen. Ze kennen hem ongetwijfeld. Rick Dekker, even terug. Basiel Camara. Roland Baas. Die is goed. Roemejon, mooie paas. Paas van Roemejon komt niet aan. Ja, maar binnen. Opnieuw. Voorzet. Komt-ie. Ja, daar was hij. Ian van Otterlo. Ook even de zicht op de bal kwijt. Mike Arends. Goed gestoord. Goed gedaan. Mike Arends. Mike Arends met een aardige poging. Ja. Nu van Otterlo, goede aanname. Maarten van Dijk naar Roemejon. Even kijken. Gaat hem voorgeven. Bal richting Yannick Bouw. En Mike Arends kwamen er allebei niet aan. Zelde bijna in één keer in. Derde mogelijkheid voor DVS. Goede start. Goede redding van de keeper ook. Pabon zat er goed bij. Even terug. Mike Arends. Komt niet aan. Roland Baas. Zo! Ja! Ho, 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 ho. Ik zag hem afgelopen week weer met een partij. Hij scoorde 3 keer. Sam de Wit naar zijn maatje Mike Arends. Nu krijgt hij hem terug. Steekballetje is op maat voor Nicky van Hilton. Bal is ook goed. Ja, maar het is buitenspel. Sam de Wit, die is voor Sam de Wit Huizen helemaal terug. Zoeken naar, Yannick Bouw. Wat een fantastisch balletje van Sam de Wit. Gaat hij weer. Mike zoekt naar een afspeelmogelijkheid. Die vindt hij bij Van Otterlo. Even uithalen via Maarten van Dijk naar Roland Baas. Ja, we hebben niet meer Sam Crowther met de lengte. Maar nu wel Nicky van Hilton. Houdt hem keurig binnen, Roemejon. Nou, rechterbeen voorslingeren. Naar Van Otterlo. Van Otterlo zoeken. Jammer, weer een mogelijkheid. Dit is waar die Ian van Otterlo heel goed in is. Tussen de linies door. Hij heeft hem alweer. Vrijlopen. Combinatietje opzetten. Nu ook weer aan de bal. Kijk. Jan van Otterlo. Prachtig. Overzicht. Nou, je zou toch haast zeggen nu. Oh. Nee, nog niet. Ongelooflijk. Is het weinig ruimte. Ja. Omdat natuurlijk heel Huizen terug is. Prachtig eronderuit gespeeld. Maarten van Dijk met een paasje ertussendoor. Nu weer. En nu uitvalletje van Huizen. Ja, die gaat best wel hard. Dat kan zomaar gevaarlijk worden. Roland Baas op de voeten in tweede instantie. Bal op de paal. Bal nog een keer op de paal. Nee, ongelooflijk. Wat gebeurt daar? Heel Huizen was al dit is een overtreding. Enorm aan het juichen. Dekker naar Sam de Wit. Ja, Rick Dekker vorig jaar, ongelukkig jaar, speelde toen nog bij Topos. Maar veel geblesseerd geweest. Goeie vriend van onze nummer 10, Stef Nijland. Mike Arends. Oh. Maarten van Dijk op zijn uitgezeten. Van Hilton. Van Otterlo. Arends weer naar Van Otterlo. Naar Maarten van Dijk. Uit de duels blijven. Ruimte is er aan de andere kant. Goed gezien van Rick Dekker. Versnelt echt het spel. Kan Roemejon een keer gaan afdrukken. Dat doet hij op een hele mooie manier. En het is vlak voor rust. De man die zou gaan.
Maar toch bleef bij zijn DVS. En hij zet DVS op voorsprong. Nummer 11 is het. Onze Benjamin Roumillon. Meer dan verdiend. En heerlijk goal is het zo voor DVS. Opletten, Tijmen Basiel. Bakker. Tijmen Bakker. Zeer goed mee verdedigd, Mark Arends. Gelijk een diepe bal van Ian van Otterlo. Fase van wat onrust bij DVS, vind ik. Het is, ja, in de omschakeling is het lang niet altijd lekker. Goed verdedigd, keurig. Nee, scheids fluit voor een hensbal. En het is een penalty. Dus een penalty. Keurig doelpunt van een keurige penalty van de aanvoerder Theo Visser. En daar krijgen we weer de repeterende breuk. Nicky van Hilten, Rick Dekker, Maarten, Mike Arends. Mike, ja, komt toch goed. Goeie bal van Roland Baas naar onze Nicky van Hilten. Binnenom, buitenom. Kijken, bal voor de pot. Ai, Yannick Bouw, jammer zeg. Daar was hij dan bijna. Arends. 1-2'tje door de lucht. Heel knap. Open draaien, Maarten van Dijk. Komt hij iemand van huis tegen, Van Dijk. Rick Dekker loopt er eens een gaatje dicht. Nu dan misschien Hunten. Kan hij wat met die bal? Is wat kort. Via. Ai, 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 ai. Scheids vindt het niks. Het lijkt inderdaad op een penalty, hoor. Wel enigszins gehinderd werd hij. Een penalty voor DVS 33. Nou, daar zat ik ernaast. Maar dat geeft niet. Want nu zijn wij AZ vanaf de stip in de 16. En DVS gaat het opnemen tegen 10. Want de linksback van Huizen, Kogeldans, maakt een overtreding en gaat nu douchen. Heeft een rode kaart gekregen. Nou, Yannick, laat maar zien. Tweede instantie, Yannick Bouw! Yes! Nou, daar komt hij goed weg, onze spits. Opent zijn rekening voor DVS. Keeper pakt hem, maar onfortuin voor de doelman. Fortuin voor DVS. En zo is de voorsprong in de ere hersteld. Sico Soré, onze nieuwe aanwinst. 21 jaar, woont in Zwolle. Voetbalde bij Willem II, Jong Willem II. En gaat onze spits vervangen. Ja, Yannick Bouw, inderdaad. Bal moet weg. Dat doen we door Camara. Zico Soré. Kijk, dit is Zico. Nou, Zico. Oh, Zico. Jammer, jammer, jammer. Ja, dat is zo'n voetballetje. Die gaat op dat soort ballen lopen. Maarten. Ja, maar die had ik ook nog wel gehad. Het was gewoon wel ook een hele slechte terugspeelbal. Ja, zeker. Jammer. Kan Roumillon er nu bij? Nee, het is nog een keer inbrengen. Er staat Van Willigen gaat komen. Kijk, zo pak je hem. Doe je goed, Jan Van Willigen. Dat doe je uitstekend. Met overtuiging naar die bal geklommen. En als je dan komt, dan moet je hem hebben. Soré nog een keer. Lopen. Nou, Soré, nu dan. Ga je doen voor de beide keeper. Ja, ja. Het is afgelopen. En Zico Soré maakt het definitief en zorgt dat DVS wint. Klasse hoor, hoe die bal meeneemt, rustig blijft en de speler of de keeper omspeelt. Een mooie start van het seizoen voor DVS. Dat zal de jongens moed geven
voor de aankomende week.